Ja, het is gewoon niet normaal. Zijn eigen oom gewoon doodschieten, wat ik heb gelezen. En ja, dat kan gewoon niet. Als hier wat aan de hand is in het appartement, dan weten we wel wie het betreft. Ook al kennen we hem niet. Maar we wisten niet dat vandaag een uitspraak was van een hoger beroep en dat hij veroordeeld was. Want, dus maar verder was het nieuw. Kent u Joey Day? Ja, ik ken hem niet zo persoonlijk, maar ik heb hem wel eens gezien. Gewoon, zeg maar, gewoon buiten. Gewoon een aardige jongen altijd geweest, maar nooit, zeg maar, gedacht dat hij zulke dingen zou doen. Maar ja, hij zelf in de krant zegt hij en zijn advocaat dat hij niet gedaan heeft. Ja, ze hebben hem meegenomen, maar verder weet ik niet wat ermee gebeurd is. Weet ik niet. Ik weet ook de reden ook niet. Ja, Joey Day is in ieder geval opgepakt, gewond. Schijnt opgepakt te zijn. Blijkbaar, hè? Ja. Heeft zichzelf verwond, zeggen ze. Want u zegt, ja, eigenlijk een hele aardige jongen, dus u had niet gedacht dat hij zou gaan schieten op de politie? Nee, dat zou ik niet verwachten van hem. Want ja, wel eens bijvoorbeeld bij winkel tegenkomen of frietzaak of gewoon kermis, zo weet ik het, en altijd gegroet. Bent u ervan geschrokken van zo'n schietpartij vlakbij huis? Nee, niet, ik wel. Ja. Ja, op een gegeven moment begint het toch een beetje te werken. Hè? Je kunt je huis niet in en wat is er precies aan de hand? En ja, dat vind je toch op een gegeven moment vervelend. Ja. Ja. Dus ik zei, ga even kijken. Nu heb je weer het idee dat je weer vrij rond kunt lopen. Ja. Toch?